We hebben dit jaar als thema, als uitgangspunt voor ons thema Lui Lekkerland gekozen, naar het schilderij van Pieter Breugel. We gaan de contrasten uitbeelden tussen aan de ene kant het Lui Lekkerland, zoals iedereen dat kent, overdaad. Maar aan de andere kant komen er steeds meer de beweging van de andere kant op, naar het overdreven gezonde. En we gaan kijken of we onszelf in balans kunnen krijgen in die tweestrijd tussen lekker en gezond. Sonja, snoep is een heel belangrijk iets dit jaar voor het seizoen. Jazeker, zeker. We hebben ongeveer 120 kilo snoep. En dat vertaalt zich naar een 40.000 snoepjes die op de wagen gaan komen dit jaar. Alleen op de wagen? Nee, ja, we hebben ook snoepen in de kleding verwerkt, in de haren, beplakken, alles. In totaal zal het om ongeveer 500 kilo snoep gaan die verwerkt gaat worden in het totaal plaatje. En gaat dat publiek aantrekken, insecten aantrekken? Is daar rekening mee gehouden? Nou ja, Lui Lekkerland, hè, dus publiek als het goed is. We hadden het net over de attributen en de snoepjes. Waar ben je mee bezig? Ik ben het papier aan het snijden voor de snoepjes. En zoals je ziet hangen die hier. De wijnballen. En de snoepjes. En hoeveel ben je van plan om het te maken? Nou, ik heb gehoord dat we er iets van 1000 moesten maken. Succes! Ja, dankjewel. Wat blijft je dan bij dat je zegt van nou, dit hoort voor ons echt bij de Brabantse dag? Met een aantal vrienden gewoon naast de kant van de weg op kijken. Zelf een tribuuntje bouwen, daar een paar biertjes erbij drinken. En gewoon een gezellige middag hebben en daarna een feestje vieren in de tent. En is het dan zo dat het een soort traditie is? Was het dan echt altijd dezelfde vrienden, dezelfde plek? Ja, dus elk jaar bij dezelfde familie, bij de familie Liebrechts, elke keer op de oprit. Tribuuntje bouwen met dezelfde vriendengroep, vanavond vanuit de hockeyclub. Dus hetzelfde groepje wel bij elkaar elk jaar. En dan maakt het ook zeker, dan komt iedereen terug. Iedereen die ook studeert elders in het land, dan komt weer bij elkaar aan hezen.